We zijn hier vandaag bij het Kernhuis in Ede. Ik heb hier zo meteen een interview met Hussein Eustache. Hij is de jongerenmedewerker van Malkander en speelt een grote rol in het jongerenproject. We zijn vandaag in Lunteren bij Annelies Barendrecht. Ik ga een aantal vragen stellen over het project 50-20 Vrouwen. Hoe bent u samen met uw collega op het idee gekomen? Bijvoorbeeld vakvuller bij Albert Heijn of werken bij een supermarkt of een kruidvat. Gewoon echt een bijbaan. En hoeveel dagen per week is dan die activiteit? Is dat een paar dagen of is het maar één dag in de week? Het zakgeldprik. Ja. Dat is 2 keer per week. Dat doen we aan het begin van de week maandag en op de vrijdag. Nou, ik hoop dat gaat werken. En bedankt voor je interview. Dankjewel. Dat het allemaal wat duidelijk is zo. Ik vind het heel goed project dat jullie doen. En ik hoop dat jullie het nog verder gaan uitbreiden. Wil ik je bedanken voor het interview. Donderdag 8 juni begint het Amersfoort Jazz Festival. Wij zijn langs geweest bij Alexander Bates. Hij is een van de organisatoren van dit festival. Kunt u uitleggen wat Amersfoort Jazz precies inhoudt? Nou ja, het is eigenlijk een vierdaags festival in de hele historische binnenstad van Amersfoort. Daar ben ik dus geschiedenis gaan studeren. En op een gegeven moment kon je een vak doen waarmee je voor de klas kwam. En dat vond ik zo leuk met die pubers en ja. Dus vandaar dat ik uiteindelijk daarvoor gekozen heb. Als u nou één specifiek ding kan noemen wat zo leuk is aan geschiedenis, wat zou dat dan zijn? Die wij voor ogen hebben in eerste instantie en zo dicht mogelijk tegen de natuurlijke smaak aan. Nou, en dan gaan we dat maken en dan gaan we dat mee testen en dan laten we de mensen het proeven wat ze ervan vinden. Ja, en dan uit die feedback horen we of het een succes wordt of niet. En je doet dan toppings over deeg heen? Ja, garnituren en ook een topping, een sausje. En wat voor garnituren heb je allemaal? Karamelblokjes, smarties, marshmallows, witte chocola, pure chocola, speculaas, stroopwafel. En waar haal jij inspiratie vandaan voor nieuwe smaken? Ik gebruik best wel veel Pinterest en ja, van de ijssmaken ook eigenlijk wel. En hoe loopt de zaak tot nu toe? Ja, het loopt eigenlijk wel goed. Het wordt elke dag een beetje drukker. En uiteindelijk gaat het heel veel meer bezoekers opleveren. Dus voor iedereen zal het voordeel op gaan leveren. En wat is er dan allemaal te doen op de schaatsbaan? We gaan in het voorjaar van 2018 een avond organiseren met alle deelnemers of alle winnaars. En die gaan dan vliegen boven het parcours hier. Dus dat is wel een uitdaging. En tevens wordt er onder alle deelnemers ook nog één verloot. Dus iedereen maakt kans op een zweefvliegvlucht boven het parcours. Het grote moment was daar. Na ongeveer 1,5 maand in quarantaine gezeten te hebben, mochten de reuzenpanda's Wu Wen en Ching Cha dinsdag voor het eerst naar buiten. Dit bijzondere moment trok daarom ook veel bezoekers naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Geluk en graag een applaus. We zullen de kinderen volgen. De panda's zijn op 12 april aangekomen vanuit China in Nederland. Ouwehands Dierenpark Rhenen heeft een Chinees verblijf voor de panda's gebouwd. Dit verblijf, wat Pandasia wordt genoemd, heeft miljoenen euro's gekost.